Al vanaf mei 2012 leidt Andrea dagelijks aan heftige hoofdpijnen, de zogenoemde clusterhoofdpijn. Het is alsof iemand met een mes in je hoofd steekt, herhaaldelijk, en maar niet ophoudt. Alsof je oog uit je kop getrokken wordt. En heel vermoeiend, want je slaapt niet. En zodra je gaat slapen, krijg je aanvallen, dus je bent bang om te slapen. Andrea is eerder in het Arnhemse Rijnstatenziekenhuis behandeld voor haar hevige hoofdpijnen. Maar zonder resultaat. Heb ik een hele lieve neuroloog gehad die zijn stinkende best heeft gedaan voor me. Maar die was ik heel eerlijk in dat het gewoon buiten zijn macht lag om me er echt vanaf te helpen. In België is een arts die haar wel zou kunnen helpen. Door het inbrengen van een apparaatje, een zogenoemde neurostimulator. Ik hoop dat ik aanvalsvrij word. Zonder pijnen. Ja. Maar die operatie in het buitenland kost volgens Andrea 30.000 euro. En daarom startte haar zus een inzamelingsactie op Facebook en zijn in Arnhem posters verspreid. Tot nu toe weigerde zorgverzekeraar Menzies de operatie in België te vergoeden, omdat de behandeling nog niet wetenschappelijk is bewezen. Maar vandaag gaf de verzekeraar dan toch groen licht. Inmiddels is er geld ingezameld. Dat is niet meer nodig. Wat gaat er nu met dat geld gebeuren? Als de Menzies daadwerkelijk gaat betalen, dan zou ik elke cent terugstorten natuurlijk.